Willem-Alexander heeft zijn excuses aangeboden voor het geweld dat Nederland aanrichtte tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië tussen 1945 en 1949. Het is de eerste keer dat ons staatshoofd in deze kwestie spijt betuigt. In line with earlier statements by my government, I would like to express my and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Maëlle Vos, u heeft een Indische moeder en bent ook gepromoveerd op de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië. Vindt u van de excuses van de koning? Wat laat, maar wel heel terecht. Ik was ook heel blij dat ik daar vanochtend mee wakker werd met deze excuses. Ik vind het echt een bijzonder moment, omdat we daar eigenlijk al vanaf 1949 eigenlijk, toen op een gegeven moment de politionele acties, wat wij politionele acties noemen, overigens waren afgelopen, hadden we dat al moeten doen. Alleen om allerlei redenen was dat te pijnlijk, kon het niet. Ik was in 1995 ook in Indonesië. Toen was het staatsbezoek. Koningin Beatrix nog destijds. En koningin Beatrix, ik heb begrepen dat zij op dat moment dat ook wilde doen. Mocht niet van premier Kok toen, hè? Nee, omdat het toen nog te gevoelig was. En je ziet ook vandaag ook wel dat het voor heel veel mensen nog gevoelig is. Ik begrijp dat. Maar het is zo belangrijk als je een volwassen relatie wil hebben met het land wat je ooit gekoloniseerd hebt, om met deze excuses te beginnen. En ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik zie ook wel dat het de koning wel een en ander doet. Okay. Hè, met zijn gestotter. Ja. Ja, de excuses van de koning die gaan over dit soort daden. Laten we even kijken. Wat gebeurde er dan als je zo'n dorp binnenkwam? Dus wij doorzochten dan al die woningen, of huisjes. En hoe wist u dan wie u zocht? Alles dat wegliep, dat zochten we. Oh ja? Want je kon het niet zien, want er zaten geen uniformen aan. Nee, maar dan is het wel lastig zoeken wie je moet hebben. Ja, maar meestal gingen ze zelf aan de loop. Ja. En dan? Dat was schieten en blazen. Ja? Ja. En toen zijn we er naartoe gegaan. Toen het een beetje stil was, en toen bleek dat we ze allemaal kapot hadden geschoten. Toen hebben we die hele troep in brand gestoken. En toen zijn we weer doorgelopen. Yvonne Keuls, u bent kind van een Javaanse moeder. En op uw achtste. Nee, half Javaans. Half Javaanse moeder. En op uw achtste naar Nederland gekomen? Ja, ongeveer. Ja. De excuses gaan over dit soort daden, hè? Ja, maar heeft u nog meer? Ja, er is. Wat wilt u? Nou, andere daden van de andere partij. Want dit is toch eenzijdig wat u laat zien? Dit zijn daden die Nederlanders daar verricht hebben? Ja. En welke daden doelt u op? Nou, ja. Er zijn daden van de Bermuda's. Dat zijn door de Japanners getrainde hele jonge Indonesiërs, 15, 16 jaar. Dat waren beesten. En die waren echt helemaal opgeleid door de Japanners. En vlak na de oorlog in de Basiab-tijd kwamen die los. En daar zijn ook beelden van. Ja, die hebben duizenden Nederlanders vermoord. Ja. Heb ik geen beeld van u gezien. Zegt u daarmee dat deze excuses zijn niet terecht? Nee, dat hoeft u mij niet te zeggen. Dat maakt u ervan. Nee, ik vraag zeg alleen, u. Heeft ik vraag u geen u. Andere beelden? Want u gaat mij nu een vraag stellen nadat ik één beeld heb gezien. Ja, maar dit zijn de daden waar de koning excuus voor aangeboden heeft. En dat is waar ik dus op in wil grijpen. Dat vind ik prima, maar ik vind het te weinig. Er zijn meerdere partijen die je eigenlijk voor het hoofd stoot als je die er ook niet bij neemt. Neem nou heel gewoon de dienstplichtige soldaten. Nederlandse soldaten? De Nederlandse soldaten, dat waren sommigen waren boeren. Die hadden nooit een opleiding gehad en zeker niet om te gaan vechten in de jungle. Dat is wat anders dan gewoon je klaarmaken voor de dienstplicht. Ja. Wij hebben ze die kant op gestuurd? Die zijn die kant uit gestuurd. Die hadden de grootste lol op die boten, want die wisten helemaal niet waar ze naartoe gingen. Die zijn ook misleid. Want er werd gezegd, jullie gaan naar Indië. Er werd niet gezegd, wij willen de koloniën weer terug. Nee. Zij dachten, wij gaan mensen bevrijden. Terug om de mensen te bevrijden. Dus die gingen daar naartoe. Die dachten dat ze een hele grote daad verrichten. En ze kwamen daar in de jungle waar ze totaal niet voor opgeleid zijn geworden. Zegt u, aan die mensen zou ook excuus aangeboden moeten worden? Tuurlijk. Die zouden excuus moeten krijgen. Dat zijn dus nu de veteranen. Die hebben een leven lang zich ellendig gevoeld. Daar is hun een groot schuldgevoel aan gepraat. Daar is nooit echt openlijk excuus voor aangeboden. Dus
Ik vind het prima dat Willem-Alexander dit doet, maar doe dat gelijk. Er is nog een partij die bedrogen is geworden. Ja. Dus hij had verder moeten gaan. Hij had dus... Eigenlijk, wij wisten al een dag van tevoren, of sommigen wisten het nog langer van tevoren, dat hij dat excuus zou aanbieden. Geef dan ook het verhaal dat hij, voordat hij vertrekt, ook het excuus aanbiedt aan de Nederlandse dienstplichtigen die daar naartoe zijn gegaan. Je moet eens kijken hoeveel er dood zijn. Hmm. He, ga maar eens kijken, er is nog meer dan wat er in Margraten ligt, geloof ik. Ik ben daar op de begraafplaats geweest. Zijn het er 6.000 of 8.000, jongens? Ja, 6.000, oké. Okay. Nou, je zou die ouders eens een keertje een excuus kunnen aanbieden dat ze die jongens misleid hebben. Hmm. En een oorlog ingevoerd hebben. Dat was niet meer dan een koloniale oorlog. Hmm. Dat wilden ze helemaal niet. Ze konden niet weigeren, want dan werden ze in het cachot gestopt. Ze moesten. Ja. Meneer Blok, dit gaat over u. Ja. U bent een van die mensen die toen uitgezonden bent. Hoe kijk je... Die zich liet uitzenden. Liet uitzenden. Want ik heb groot respect voor de 2600 dienstplichtigen... die hebben geweigerd om naar Indonesië te gaan. Waarom bent u wel gegaan? Ja. Jong, je bent... Slapheid. Hoe oud was u? 20. Ja, dan weet je dat ook dat niet. Nee, je wist er niet mee terecht. Ik vind het heel terecht, hoor, dat je dat zegt, dat heel veel jongens inderdaad niet wisten waar ze heen gingen. En die pijn, die je ook vandaag ook wel op internet ziet, ook van de nabestaanden van deze mensen, die is heel reëel. Ja. Dus ik zou dat niet zo snel de soldaten, hè, dus de Nederlandse jongens die daarheen zijn gegaan, verwijten. Dat is aan iedereen zelf. Mm-hmm. Nee, maar dat, als ik dat meneer Blok hoor zeggen, denk ik van nou... Wees ook lief voor jezelf. Nou, ze hun leven is verpest, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ken er vele. En dat is absoluut geen leuk leven geweest. Maar ze zijn niet de enige groep, hè? Er is nog een groep waar excuses aan moeten worden gericht, die kant uit. Dat is de groep Nederlanders die na de oorlog weer een kamp ingingen daar. Mm. En die dus de Bersiab-tijd ingingen. En in die periode, de Bersiab-tijd, zijn duizenden Nederlanders vermoord. En toen deze mensen uiteindelijk, nadat ze ook de Bersiab-tijd achter de rug hebben gehad, naar Nederland zijn gegaan, toen zijn ze op een verschrikkelijke manier ontvangen hier. Net zo goed als Rutte tijdens de Auschwitz-herdenking excuses heeft aangeboden voor de wijze waarop die paar Joden in Nederland nog behandeld zijn geworden, net zo goed behoren ook aan die duizenden Nederlanders die uit de Bersiab-tijd zijn gekomen, die dus eigenlijk en de oorlog in de kampen hebben gezeten, en ook nog eens anderhalf, twee jaar in de Bersiab-tijd, de ellende, die zijn naar Nederland gevoerd zonder enige hulp. Oké, er moet veel meer excuus komen, zegt u. Ja. Ik wil nog heel even terug naar u, meneer Blok. Ja, als ik de koning zo hoor spreken, dan zegt hij, hij wil zijn spijt uitspreken. Mm-hmm. Over de geweldsontsporingen van Nederlandse zijde. Ja. Zegt hij er speciaal bij. Dus als ik dit hoor, dan denk ik... dat is een uitnodiging om van Indonesische zijde te horen wat zij hebben uitgevreten. Zou je dat terecht vinden? Ja. Maar dat willen ze niet. Dat hebben ze ook gezegd, vinden ze niet belangrijk. We willen gewoon doorgaan. Ja. Ze hebben het achter zich gelaten, als het nou, ware. Ze hebben het achter. Als je in Indonesië komt, ik kom al 40 jaar, kom ik ieder jaar in, en mijn familie zit daar. En ik kom daar en ik praat met iedereen. Ik geef, dus in Depok, waar jij afgestudeerd bent, daar heb ik dus ook dus lezingen gegeven. Ja. Met al die studenten gepraat. Ze zeggen allemaal, laten we alsjeblieft... doorgaan. Maar voor meneer Blok zijn die excuses van vandaag wel belangrijk. Nou, vertel ons waarom. Ik vind de excuses, dat vind ik eigenlijk een begin. Een begin? Mm-hmm. Ja. Ik zou wel willen dat deze excuses de eerste excuses zijn. Had u hem überhaupt verwacht? Ja, want ik had niks anders verwacht van 45 tot 49. Mm-hmm. Ja. Maar dat dit eerste excuses zijn voor de eeuwenlange onderdrukking... die wij sinds Jan Pieterszoon Koen daar in Indonesië hebben laten gebeuren. Ja. Dus wat zou hierna moeten gebeuren, wat u betreft? U zegt, dit is een begin. Ja.
De koning spreekt natuurlijk namens de regering. Mm-hmm. En meneer Dijkhoff die is afgestudeerd op oorlogsrecht. Mm-hmm. Ik zou het interessant vinden als hij zijn licht, als ik dat zo mag noemen, laat schijnen over het oorlogsrecht. Ja. Hij is niet meer bij ons, dus we kunnen het niet aan hem vragen. U bent zelf al eerder teruggegaan naar Indonesië om zelf excuus te maken. Ja. Hè? Wat bracht u daartoe? Rust. Voor uzelf? Ja. Ja. Nou, dat want u voelde zichzelf schuldig over wat u daar had gedaan? Is dat goede woord? Ja, ja, ja. Ja. En hoe bent u te werk gegaan? Ik ben naar het hoofd van de kerk gegaan op Bali. En ik heb gezegd, mogen wij na een kerkdienst wat zeggen? En toen heeft het hoofd van de kerk, die heeft de desbetreffende dominee gebeld. En die zei tegen mij, ja, dat is goed, kom maar. Wat wilde u daar... Ja, luister nu. En toen heb ik na de dienst, kreeg ik het woord. En toen heb ik gezegd, ik vind het onbegrijpelijk dat ik met een geladen geweer jullie vrijheid in de weg heb gestaan. Hmm. Wij hebben maar 5 jaar knijp gezeten. We hebben 5 jaar onder de Duitsers gezeten. En jullie 3,5 eeuw. Mm-hmm. En wij zouden jullie vrijheid in de weg staan. Hmm. Was het een welkom gebaar van u? Ik heb een profeet uit het Eerste Testament aangehaald. Micha. Mm. En die zegt, vrij vertaald, het wordt tijd om de oorlogswapens om te smeden tot landbouwwerktuigen. Mm. En toen heb ik ze bedankt dat ik mocht spreken. En toen kreeg ik een applaus. En alle mensen die wilden mijn hand geven. Voelde u, mijn vrouw ook. Voelde u zich opgelucht? Ja, tuurlijk. Het voelt alsof zij u hebben vergeven inmiddels. Ja. En wat zijn bijvoorbeeld de dingen, als u dat wilt vertellen, waar u lang mee heeft gelopen? Van u dacht van, ik heb daar zo'n spijt van. Daar lig ik nog wakker van. Dat ik ze heb geslagen. Want ik zat bij de militaire inlichtingendienst. op de boot heen mocht ik kiezen tussen aardappelenschillen. Dus Nederlandse kosten, op weg naar Indonesië, aardappelen. Tussen aardappelenschillen en Maleis leren. En toen heb ik Maleis leren gekozen. En passen Maleis is een makkelijke taal. Mm. Geen vervoegingen van werkwoorden. Je recht, alle woorden die je kent, maar achter elkaar. En toen kwamen we waar we zaten op Bali. En toen kwam er een knilman en die zei, ik zoek nog mensen voor de inlichtingendienst. En dat bent u gaan doen. En wie spreekt in Maleis? Ja, had u net geleerd. Ja. Oké, maar u bent dus zelf persoonlijk excuus bij deze aanbieding. Mevrouw Koos, vindt u dat een mooi gebaar? Nou ja, kijk, laat me eens even kijken wat het woord excuus betekent. Je moet woorden hun waarde geven. Dat is dus, ontsla mij van schuld. Daar gaat het om. En dat is gebeurd? Dat is gebeurd. Dus de koning die vraagt of hij, of in ieder geval ons volk, ontslagen mag worden van schuld. Dus wij zijn opgelucht. Maar die anderen waar het om gaat, ja, die zijn niet van schuld ontslagen. Die hebben niks gekregen. Wij hebben wat gekregen. En zij hebben niks gekregen. Nee. Wat kregen zij dan? Okay. Wat bieden wij ze dan aan? Wibi, heb jij Indische wortels? Ja, ja, mijn ouders zijn dan bij Indonesisch. Wat denk jij over een dag als vandaag? Nou, ik vind het wel mooi. Excuses zijn nooit te laat. En ik vind het echt wel een mooie... Doet je goed. Ja, het doet me zeker goed. Ja, toch zijn er heel veel mensen ook boos, hè? Ja, er zijn heel veel mensen boos. En dat los je niet zomaar op. Wat ik wel heel mooi vind, de regering, het vorige kabinet heeft een opdracht gegeven tot een onderzoek. En dat wordt door 3 grote onderzoeksinstituten van wat daar nu is gebeurd. Ja. En dat wordt grondig gedaan, wordt ook in Indonesië onderzocht. Daar wordt ook de generatie die er nog is, die het heeft meegemaakt, voor zover ze nog zijn, worden ook bevraagd. Wat ik toen destijds meemaakte, toen ik dus daar onderzoek deed in 1995...
Veel van de Indonesiërs die dus nog die oorlog hadden meegemaakt, die zeiden inderdaad precies wat Yvonne zegt. Joh, laten we naar de toekomst kijken. Behalve als Nederlanders hen gingen vertellen van hoe ze het moesten doen. Hè? Dus wat de Indonesiërs daar misdeden. En Timor en Papua, de Indonesische overheid ook niet. Die kan er ook wat van. Maar ze mochten niet Nederlanders, mochten niet Indonesiërs gaan vertellen hoe ze moesten, wat politiek was. Dan op een gegeven moment kwam dat koloniale trauma naar boven. Mm. Dat zou net hetzelfde zijn als bijvoorbeeld Duitsers ons zouden aanspreken op antisemitisch geweld. Hè. Ligt hier ook best gevoelig. Ja, dat onderzoek is in september volgend jaar afgerond. Hè? Hopelijk is het dan af. En wat het mooie daarvan is, kijk, dat zie je ook van in de benaming. Hè. Yvonne zegt ook hoe belangrijk woorden zijn. In Indonesië heet die periode, die wij politionele acties noemen, die heet de grote koloniale agressie. Het is nogal een verschil, hè? Dus politionele acties en agressie. En het zou zo mooi zijn, en ik hoop ook echt dat ik het doe volgens mij van het onderzoek van destijds het kabinet, dat die periode dat die dezelfde naam krijgt. Dat Indonesiërs weer op dezelfde manier kijken zoals wij daarnaar leren kijken. Mm-hmm. Wat daar gebeurd is. En daar zit inderdaad in. Het is natuurlijk belachelijk dat wij daar 400 jaar geleden kwamen, dat land inpikten en die Indonesiërs voor ons als slaven hebben laten werken. Okay. Daar komt ook veel agressie van. Het is nog lang niet klaar. En volgend jaar in september is het onderzoek klaar. En hopelijk wordt het dan een volgende stap. Het zou mooi zijn als we dan echt een gedeelde geschiedenis hebben. Ja. Dank. Maar er is nog één ding. Heel kort. Het is, bij alles is één ding verschrikkelijk goed. We komen nu eindelijk langzamerhand tot een waarheidsvinding. Ja. Wat nou de werkelijke historie is. En de geschiedenisboekjes kunnen nu eindelijk eens worden bijgesteld. Fijn. En dat is belangrijk. Dank dat u hier wilde vertellen. En ook u, hartelijk dank dat u er was. Dank u.